tweede seizoen Making a Murderer is een feit misschien wel de allerpopulairste Netflix-serie, in ieder geval de meest bekende, ter wereld. Daarvan komt nu een deel 2, een tweede seizoen. En of dat de moeite waard is, zie je hier in deze review van Making a Murderer seizoen 2. People around the world, millions. Everyone is talking about Making a Murderer and the trials of Stephen Avery. It's not over. If this case is solid, if he's guilty, I'll fail. Ja, spoiler alert, Brandon Dassey en Stephen Avery zitten nog steeds vast, inderdaad. Making a Murderer toonde ons eigenlijk 10 jaar uit hun leven, voornamelijk het leven van Stephen Avery, die in eerste instantie onschuldig werd opgesloten voor een moord, daarvoor ik meen 18 jaar heeft gezeten, toen vrij kwam op basis van DNA-materiaal. De staat wilde aanklagen voor het Ludlow-bedrag van $36 miljoen en vervolgens opnieuw vast kwam te zitten, nu voor de moord op een autojournaliste, Theresa Hallback, die wiens lijk eigenlijk op de autosloperij van zijn ouders, Avery's Automobile, werd gevonden. En ook zijn neef Brandon Dassey, een jonge man van 16 destijds met een IQ van amper 80, waarvan het enige bewijs tegen hem was het feit dat hij bekende na een urenlang verhoor dat hij de moord heeft gepleegd en dat Stephen Avery dat ook heeft gedaan. Allebei die mensen zitten gewoon nog steeds vast. En ja, in Making a Murderer seizoen 1 zagen we door de ogen van Laura Ricciardi en Moira Demos hoe dat tot stand is gekomen. Die hele geschiedenis. We zagen de beeldmateriaal van de rechtszaak tegen Stephen Avery en Brandon Dassey. En van de ondervraging van Brandon Dassey. En nou ja, zelfs een blinde kon zien dat het allemaal wel heel erg verdacht was. En daardoor was Making a Murderer ook een groot succes. En nu, ja, eigenlijk amper 2 jaar later, komen de makers met een tweede seizoen. Een tweede seizoen dat niet zoals het eerste seizoen in een tijdspanne van 10 jaar is gefilmd, maar in slechts 2 jaar. De twee zitten nog steeds vast, dus er zijn geen nieuwe rechtszaken. Wat toch echt de ruggengraat was van het eerste seizoen, die grote rechtszaak van Stephen Avery. Nu is dat niet aan de hand. Wat er wel aan de hand is, is dat er een hoop goede advocaten op die rechtszaken van... Want ze voeren nog steeds de strijd buiten de oorspronkelijke rechtszaal, bij het hoger college, weet ik het wat allemaal. Al die verschillende rechtbanken, de federale, de staatsrechtbank, al die verschillende rechtszaken en zalen die moeten gevuld worden. En ja, zowel de advocaat van Brandon Dassey als die van Stephen Avery zijn gewoon door de wol geverfd strafpleiters. En zeker die van Stephen Avery, Kathleen Zellner heet ze. Ja, ze ziet eruit alsof ze een soort kruising is van iemand die in een ongeluk betrokken is geweest en familie is van Michael Jackson. Maar ja, ze weet ontzettend goed het kaf van het koren te scheiden, de feiten van de meningen. En ze weet een hele geloofwaardige theorie te bedenken waaruit blijkt dat haar cliënt uiteraard het kerst voor betaald onschuldig is. Maar helaas, dit allemaal is niet genoeg om van het tweede seizoen van Making a Murderer ook zo een klassieker te maken als het eerste seizoen. En dat heeft voornamelijk te maken met het feit dat er gewoon te weinig aan de hand is. De twee heren zitten vast, blijven vastzitten en er is eigenlijk wat dat betreft weinig verrassing, weinig suspense. Maar wat je wel ontzettend meekrijgt is het leven van de twee, de families, zowel van Brandon als van Stephen, waar zij zich mee bezighouden, hoe zij lijden onder dat hele gebeuren. In iets mindere mate door de familie van Theresa Hallback daaronder leidt. En voornamelijk wat Making a Murderer en al die betrokkenen hebben veroorzaakt in de moderne multimedia maatschappij. Dr. Phil passeert nog de revue. We zien die aanklager Ken Kratz. Een heel onguur mannetje vind ik het. Maar goed, hij komt ook langs bij allerlei praatprogramma's. En dat is eigenlijk de backbone van deze... Van het tweede seizoen, de impact die Making a Murderer seizoen 1 en de moord en de opsluiting van deze twee gevangenen heeft op hun familie en ook op de algemene samenleving. En dat is niet voldoende om zo snel te binge-watchen als het eerste seizoen. Die spanning nogmaals zit er niet echt in. Het is voornamelijk op zoek gaan naar nieuw bewijs. Eindeloze velden bezoeken van de advocaten, voornamelijk van Stephen Avery, die dan weer gaat kijken waar er sporen van honden, auto's en weet ik het wat allemaal kan hebben achtergelaten. En nou ja, een half uur dat te hebben gezien, heb je er eigenlijk genoeg van. En dat is jammer, want Making a Murderer, die opsluiting van die twee gevangenen, heeft nog steeds heel veel, hele grote premissen, maar die wordt in het tweede seizoen mondjesmaat waargemaakt.
Making a Murderer seizoen 2 nog steeds boeiend om naar te kijken, maar helaas niet zo'n klassieker als het eerste seizoen. Wij geven hem daarom een 6,5 en we hopen dat er een derde seizoen komt die dit 6,5 omhoog kan bijschroeven. Wellicht met een vrijlating, maar het Amerikaanse systeem herkennende moet er echt een DNA-bewijs of iemand anders het bekennen. Willen de twee heren nog vrijkomen. Ik wens in ieder geval veel succes. Niet dat ze naar Multimedia dan kijken, want ze mogen niet eerst naar Netflix kijken. Maar voor nu zeg ik tot ziens en volgende week een MMA Classic Stalker review hier op je beeldbuis. Duimpje omhoog, word abonnee en ik spreek je later. En als je kijkt, heb je altijd een alibi of zoiets. Doei! Reviews van de nieuwste games, de nieuwste films, de nieuwste muziek en nog veel meer multimedia hier bij Multimedia Alden op je buis. Abonneer je nu. Duimpje omhoog.